Ik ben Chris van Dopecash en vandaag gaan we kijken naar traden. Daar wil ik een begin mee maken. Omdat traden nogal ingewikkeld, nou ja, het is op zich niet ingewikkeld, maar het kan op een beginner ingewikkeld overkomen. Je kijkt naar grafieken en je ziet allemaal getallen verspringen. Dat kan best verwarrend zijn. Dus daarom gaan we het gewoon rustig aanvliegen. Stap voor stap gaan we steeds iets verder. En om te beginnen heb ik een presentatie gemaakt. Trading crypto. Dit gaat dus echt vooral om het traden van crypto. Geen aandelen en geen valuta. Die markten die reageren net iets anders. Nou, het traden op zich, dat doen we voor een doel. En dat doel is winst. Je kan misschien nog een persoonlijk ander doel hebben, maar uiteindelijk gaat het gewoon natuurlijk om het rendement wat we maken, het vermeerderen van ons geld. Hoe doen we dat nou met traden? Dat is eigenlijk heel simpel. We proberen hoog te verkopen en weer laag in te stappen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Menigeen komt hier toch nog in de problemen en we gaan dat proberen te voorkomen. Dan is er ook nog de vraag, gaan we veel of weinig transacties plaatsen? Dus dat heeft meer te maken met de tijd die we erin willen steken. Heb je veel tijd, dan kan je ervoor kiezen om veel kleine microtransacties te gaan plaatsen. Dus dan vaak kleine winsten te gaan nemen of bij te kopen of te verkopen. Om zo het rendement op te krikken. Heb je iets minder tijd, wil je niet de hele dag achter de computer zitten om naar de grafieken te kijken, dan kan je er ook voor kiezen om gewoon een aantal coins en altcoins te kopen en die voor een aantal maanden weg te zetten en later terug te komen. Dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk anders. Nou, wat hebben we nodig? Als we willen beginnen met traden, heb je sowieso een trade account nodig en dat kan bij een exchange. Enkele exchanges zijn Poloniex, Bittrex, Bitstamp, Google is je grootste vriend. Het zijn er heel wat in ieder geval. Nou, wat ook aan te raden is sowieso om een wallet in combinatie met je trade account te hebben. Heel vaak biedt de exchange ook een wallet. Daar zijn in het verleden soms wat coins kwijtgeraakt, dus of het helemaal veilig is, ik adviseer je gewoon of installeer een wallet op je smartphone of op je pc of haal gewoon echt een hardware wallet. Dat is gewoon de veiligste opties. Nou, wat hebben we nog meer nodig? De grafieken, de charge. Dus de technische analyse daarvan en vooral het kunnen lezen en begrijpen van wat er op die grafieken gebeurt. Wat moeten we nog meer weten? Je moet voor jezelf een crypto gaan uitkiezen. Als je gaat traden is het belangrijker, zeker als je een beginner bent, om je gewoon te focussen op één vaste of twee vaste crypto's. Dus begin je met het traden van een bitcoin, blijf dan ook gewoon voorlopig bij een bitcoin, omdat je bekend raakt met de markt en daarvan leer je veel meer gewoon. Ik zou ook adviseren, kies altijd een redelijk betrekkelijke populaire munt. Dus een Ethereum, een Litecoin, een Bitcoin. Begin daar nou alsjeblieft mee. Maakt het gewoon iets makkelijker. De volumes zijn wat hoger, dus die koers die varieert wat meer. En om mee te starten is dat gewoon de beste keuze. Vervolgens gaan we een strategie uitkiezen. Die is voor iedereen verschillend. Dus dat is niet, er is niet een magische formule qua strategie die voor iedereen werkt. Dat gaan we op een later punt behandelen. En tot slot, geduld. Het zal niet altijd zo lopen zoals wij willen dat het loopt. Dan moet je gewoon het hoofd koel houden en rustig blijven. En tot slot nog doorzettingsvermogen. Het kan soms tegenzitten.
Soms worden niet alle orders getriggerd, of soms misschien wel. Dat is geheel verschillend. Niemand kan dat voorspellen. En dat is gewoon ja, een vereiste echt bij traden. Nou, wat doen we nou precies bij traden? We zijn op zoek naar trends. Er zijn eigenlijk maar twee trends. Dat is de bullish en de bearish. Je kan het misschien aan een plaatje zien. Beweegt de markt op? Meestal geassocieerd met groene kleuren. Dan spreken we over een bullish markt. Gaan de koers omlaag? Meestal rode kleuren. Dan spreken we over een bearish markt. Dus een opgaande trend is bullish en een neergaande trend is bearish. Nou, de technische analyse die is heel belangrijk voor het daytraden. Je moet daarvoor een grafiek gaan bekijken en gebruiken. Het is belangrijk om die te leren gebruiken. Zorg eerst dat je daar bekend mee bent. Vervolgens moeten we trends leren herkennen. Dus is er inderdaad een bullish markt? Is er een opgaande trend te verwachten? Of is er misschien een neergaande trend te verwachten? Of is er misschien een neutraal gebied te verwachten waarin er niet veel koersschommelingen zijn? Als we daar bekend mee zijn, dan kunnen we namelijk trends gaan voorspellen en daarop in gaan spelen door middel van traden. Wat we ook nog moeten doen, is het vinden of het zoeken naar weerstand en steunpunten. En deze informatie kan je in principe allemaal uit de grafiek halen. Nou, iedereen interpreteert die natuurlijk iets anders. Een grafiek is meestal opgebouwd uit candlesticks. Die zien we hier op het plaatje. Een candlestick vertelt iets over het verloop. Een rode candlestick beweegt altijd naar beneden. En een groene candlestick beweegt altijd naar boven. Dat betekent dat de koers bij een rode candlestick hier geopend is en hier gesloten. En in de tussenliggende periode, dit kan één zo'n blokje kan op een tijdsperiode worden ingesteld. Dus bijvoorbeeld een kwartier of een dag kan dat zelfs zijn. Of een langere periode of een kortere periode. Maar dit is dus één tijdseenheid. Stappen we dan naar de volgende, dan begint dus de volgende tijdseenheid. Dus dit kan bijvoorbeeld een kwartier zijn en dit is het volgende kwartier. Nou, in dat kwartier is die hier geopend, hier gesloten. En het stikje wat eraan zit, dat vertelt ons waar de koers in de tussentijd is geweest. Dus het laagste en het hoogste punt. Nou, als we dan kijken naar de volgende stik, die schoen. Dus die beweegt van beneden naar boven. Die is dus op dit punt geopend. Hij is hier gesloten. En hij heeft hier zich hier tussen gemeten. En we zien dus ook als die bandbreedte breder wordt, dat er een grotere koerssprong is geweest. Hij is dus hier geopend, want het is groen van beneden naar boven. En hier gesloten. Die bandbreedte die is natuurlijk veel groter als bijvoorbeeld dit stukje. Waarbij de koers eigenlijk bijna gelijk is gebleven. Hij heeft in die tussentijd wel heel veel bewogen. Maar uiteindelijk is er niet zoveel koersverschil. Nou, daar moet je vooral echt mee bekend raken. Probeer dat gewoon te analyseren en naar grafieken te kijken. Vervolgens kunnen we gaan kijken naar de strategieën. Dit is echt gefocust op beginners. Dus ik ga wat makkelijk te begrijpen beginnende strategieën behandelen. De eerste daarvan is trend riding. De tweede is niet echt een strategie, maar meer een uitvoeringsvorm. Dat is de average buy and selling. Dus het gespreid kopen en inkopen. En de IMA, dat staat voor de Exponential Moving Average. Dat is een van de meest toegepaste tools. Nou, binnenkort gaan we al die strategieën behandelen en dan gaan we wat dieper op de materie in.
Dan kunnen we de lijnen gaan trekken, dan kunnen we de weerstanden gaan tekenen, posities kiezen en strategieën plaatsen en tot slot orders gaan plaatsen om echt te gaan traden en ja, winst te gaan maken. Nou, vond je dit nou leuk? Dan kun je ons altijd volgen op Facebook. En anders kun je altijd het YouTube-kanaal volgen. Ik zie jullie graag volgende keer weer. Later!